De bewoners van de Zonnebekerstraat in Breda hebben de Casimir Milieuprijs 2009 gewonnen. De bewoners kregen een houten bankje dat in de straat is geplaatst, omdat ze zich actief hebben ingezet voor energiebesparing. De prijs werd uitgereikt door de Brabantse Milieufederatie. Zo'n 450 Brabantse straten waren in de race voor de prijs, die in het leven werd geroepen door de nationale campagne Klimaatstraatfeest.